ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, jij moet voorrijden, Rick. We gaan wel even kort bijpraten. Ik ga ervan uit dat het goed komt. Ja, het spannendste was voor de start. Je moest actie ondernemen. Ja, kijk, ik had ze vorige keer eraan. En nu dacht ik kan wel zonder, maar dat, ja, dat kon niet. Wat gebeurt er dan met zo'n paard? Ja, ik weet niet. Het is een paar gram, maar het maakte wel wat uit. Blijkbaar, ja. Hij was fantastisch. Ja. Ja, je mag officieel nog niet voorrijden, Rick, maar we wachten het eventjes af. En hij gaat een beetje rondstappen. Rogier Groenlicht, we kunnen gaan huldigen. Zion Vond en Rick Ebbingen. En hou je vast, kilometer tijd onder deze omstandigheden. Geweldig, 1:16:02. 1:16:02 hier in de Blubber. Geweldige tijd, dames en heren. Geef me een groot applaus. Zion Vond, Rick Ebbingen. Negenvoudig tip van de meestertippers. Kunt in de handen voor onze nationaal kampioen. En wint de tweede, de Prix Kellou met Zion Vond. Dames en heren, de uitslag is in totaliteit officieel. De koers werd gewonnen door nummer 4, Zion Vond, kilometertijd 1:16:02. Tweede geplaatst nummer 6, Easy Going Bear. Derde de 10, High Speed O'Racy. Vierde de 12, Graham Comfortable. En vijfde de nummer 9, Jordi. 4, 6, 10, 12, 9.